Geliefde gemeente, het is nu 27 maart 2020 en we willen u opnieuw verblijden met een geestelijk ontbijt en dat doen we nog steeds weer met een vervolg van de woorden van Psalm 1. We hebben gisteren gezien dat we als het ware een trap oplopen, een trap met verschillende treden. En we hebben toen gezegd dat het ging over een niet wandelen, inderdaad, over een niet staan op de weg en een niet zitten in de zetel. En de volgende opklimming, zeiden we, is dat er goddelozen zijn, zoals u hier ook in de tekst ziet, dat er zondaars zijn en dat er spotters zijn. De goddelozen, die kunnen we omschrijven als mensen die schuldig zijn ten opzichte van Gods wet. Dat zijn goddelozen. Ze hebben eigenlijk een band met God verbroken. En zondaren zijn mensen die de zonde doen door Gods wet te overtreden. En die spotters, dat zijn mensen die zich niet alleen verkeerd gedragen, maar die ook spotten met mensen die wel willen leven naar Gods wet, die er ook plezier in hebben om daarnaar te leven, en daar spotten ze mee. En u voelt wel aan dat die laatste groep, die spotters, het verst verwijderd is van God en van berouw hebben. Zij stellen dat zondige leven ook voor als een goed leven. Het zijn mensen die leven bij de lusten van het vlees. En die hen die juist hem zuiver willen leven, die achter Jezus willen aangaan, die mensen maken ze belachelijk. Die maken ze zwart. Daar roddelen ze over. En het is niet zo, gemeente, wat wel eens wordt beweerd, dat die vroom de wereld vreemd is of zo. Maar wat die vrome wel doet, hij zorgt ervoor dat hij uit het vaarwater van die goddeloze blijft. Maar hij isoleert zich niet van die goddeloze. Want hij weet het evangelie. Ga dan in die wereld en verkondig het evangelie. Hij getuigt ook van Jezus Christus en zijn getuigenis doet hij vanuit de praktijk van het leven, want hij wandelt niet in die raad, hij staat niet in die weg en hij zit niet op een stoel. Aan zijn gedrag kun je zien dat hij Gods wet en dat hij God lief heeft, dat hij werkelijk een relatie met God heeft. Hij is dus als het ware een vriend van die goddeloze, maar geen deelgenoot van de zonde. En om dit nu te kunnen begrijpen en uit te leggen, kunnen we het beste 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17 lezen. Dan hebben we ook gelijk een stukje tekst wat we weer lezen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Het woord hier, wat gebruikt wordt voor raad, in de raad der goddelozen, dat betekent in de bedoeling, in de raadslagen van de goddelozen. En dat zie je ook terug in Job, Job 21 vers 16. Maar zie, hun welvaart is niet in hun eigen hand, het voornemen van de goddelozen is ver van mij. De bedoeling die die goddelozen hebben, wil ik ver van mij weglaten. En ook Spreuken zegt dat. Mijn zoon, ga niet met hen op weg. Weerhoud je voet van hun pad, want hun pad is een pad ten dode en niet ten leven. Als je in hun raad wandelt, in die raad van die goddelozen, dan lach je met de wereld mee, dan doe je met de wereld mee. Vroeger was dat ook wel eens, als ik dan op verjaardagen was,
dan maakte iemand een verkeerde grap en dan lachte je mee, omdat iedereen lachte. Maar later zei je er wat van, want dan voelde je de pijn ervan. En dat staan in de weg spreekt eigenlijk voor zich. Althans, dat denk ik. Dat spreekt, denk ik, dat je loopt op een brede, doodlopende weg. Dat is een weg naar het verderf. Dan volg je niet het spoor, als je de weg van de zondaars gaat, dan volg je niet het spoor van Jezus Christus, die dé weg is, de waarheid en het leven. En als het over de zetel gaat, de zetel van de spotters, dat betekent eigenlijk de kring, of het gebied, de woning van die spotters, dan ben je koning geworden in de wereld. En dan woon je eigenlijk al in de tent van de goddelozen, terwijl David zegt dat hij liever op de drempel van de tempel woont, dan in hun tent. En na deze drie nieten, niet wandelt, niet staat en niet zit, volgen er twee positieve zinnen. En die wil ik ook met u lezen. In vers 2. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Dus je ziet daar twee positieve zinnen. Het eerste is, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. Dat is de eerste. En de tweede zin die eigenlijk hetzelfde zegt, is, en zijn wet dag en nacht overdenkt. Dat doet hij omdat hij er vreugde in vindt. Iemand die vreugde vindt in de Torah, in de wet, dan wordt hier niet alleen maar gedacht aan de 10 geboden, zoals je zou denken, maar eerder gedacht aan de 5 boeken van Mozes, dat wordt de Torah ook wel de wet genoemd. En dit onderwijs, die wet, dat is voor de vrome zo zoet als honing. En ik lees u ook in Psalm 19 vers 8 en verder. De wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht, ze verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing. Dat is, gemeente, als je Gods wet lief hebt. Als je werkelijk doorhebt waar het in het leven op aankomt. En dan zie je, nadat dat is gezegd in vers 3, als je die wet lief hebt, hoe dat komt. En dat lees je ook. Want hij zal zijn, hij of zij die die wet van God zo lief heeft en die dag en nacht overdenkt, dat doet hij niet vanuit zichzelf, maar diegene is als een boom geplant aan waterbeken. Ziet u hoe bijzonder dat is? Dat vers 2 is eigenlijk het gevolg van vers 3. Je zou zeggen, dan moet je eerst vers 3 zetten. Dat zou ik eigenlijk moeten. Hij heeft Gods wet zo lief, omdat hij juist in die boom is die geplant is hier aan waterbeken. Want hij zal zijn als een boom. En dan ontstaan er ook vruchten. Ik lees in Matteüs 7, vers 16 tot 19. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom, hier heb je zo'n boom, goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is de ernst van de boodschap van Psalm 1. Aan allen die niet aan deze waterbeken zijn geplant.
En daar moet u, en dat moet ik ook, daar moeten we eens goed met elkaar over nadenken. Hoe belangrijk het dus is dat je vreugde hebt in de wet van de Heere. Dat je weet, als je de Heere lief hebt en zijn wet lief hebt, dan weet je ook dat komt, niet door mij, maar dat komt omdat de Heere mij geplant heeft aan de waterbeken. En wat is nu het bijzondere aan die boom? Nou, gemeente, dan moeten we kijken naar die andere boom in de Bijbel. Aan het einde van het Nieuwe Testament. Daar staat in Openbaringen 22 over die boom. In het midden van haar straat en aan de een en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Ziet u, als u die boom bent, als u liefde hebt in Gods wet, als u niet wandelt, niet staat en niet zit, zoals de goddelozen en de spotters, als u dat niet doet, dan hebt u een goede geur van Christus. En dan bent u tot genezing voor de heidenvolken. En iemand heeft eens gezegd, alle bomen van God zijn altijd groen, ook in de ouderdom. En dat is heel belangrijk. Zoals de rechtvaardige zijn plaats weet bij de wet, bij de Torah, zo is deze boom, weet ook zijn plaats. Namelijk, hij is geplant bij de waterbeken. Bij de Maaim staat er. En dat kunt u ook lezen. Ik zal er even op gaan staan. Als u hier ziet, dan kunt u in het Hebreeuws kunt u ook zien dat hij geplant is aan waterbeken. Aan de Maaim. En dat betekent dat water, dat is de bron voor de gelovigen. Dat is zijn bron. En dat is enorm belangrijk. Ik was even aan het kijken. Hier staat het woordje. Want ik zat al te kijken. Hier staat Maaim in het Hebreeuws. En dat betekent, dat is dat woordje waterbeken. Dat is die bron voor hem. Dat water is voor de boom als Gods woord voor de gelovigen. En dat maakt gemeente, dat het één geheel wordt als het ware. Dat wij als gelovigen die liefde voor Gods wet mogen ervaren, voor die 5 boeken van Mozes in dit geval, of hoe we het noemen, voor Gods woord in zijn geheel, want die spreken van Jezus Christus, dat woord, ook de boeken van Mozes spreken van Jezus. Ik zal vijandschap zetten, ik zal de Heere Jezus sturen, en die komt eraan, met Pasen zullen we met hem opstaan, maar het is nog niet zover. En dan zie je, als je al die dingen niet doet die de wereld ook doet, dan ben je die wereld tot hulp, tot sterkte, tot kracht, tot voorbeeld. En dat doe je niet in eigen kracht, want dan raak je uitgeput. Dan ben je als het coronavirus, dan lig je te snakken naar adem. Dat hoeft niet zelf, want je bent door de Heere geplant aan die waterbeken. En dan ga je vrucht geven, waarvan het blad niet afvalt. Dat blad kan niet afvallen. Hebben we net gelezen in Openbaringen 22. In het midden van een straat aan de ene en andere zijde, rivier bevond zich een boom, 12 vruchten voorbrengt, van maand op maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom die vallen niet af, want die zijn tot genezing. U kunt uw broeder en zuster, die nog geen broeder en zuster is, maar die zoekend is, kunt u redden door uw voorbeeld. Hoe wij in deze tijd van crisis ons gedragen ten opzichte van elkaar. En ik noem het toch maar weer, als we met z'n allen gaan zitten hamsteren, geven we een slecht voorbeeld aan die naaste die niet gelooft. En daar wil ik voor bidden. Lieve Vader in de hemel, wat bent u goed, wat bent u groot, Heere. Wat geeft u ons weer genade dat u ons geplant hebt, Heere. Dat was u niet verplicht. Ja, in uw Zoon Christus bent u dat verplicht, Heere. Maar u wilt een antwoord van ons. U wilt dat we iets niet doen in de kracht van uw geest. Doordat we gevoed worden door die bron, door die Maaim, door dat water.
Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Dat is dat water van de geest waardoor we kracht mogen ervaren. Ook in deze moeilijke tijd. Ook als we eenzaam en alleen zijn, dan mogen we ons verbonden weten, ook door zo'n meditatie als vandaag weer, waar we vanmorgen weer voedsel hebben gekregen. Heere, help ons. Geef dat we onze handen zullen vouwen voor onze naasten en dat we een voorbeeld zullen zijn voor die anderen. Heere, we danken u dat wij zo gemeente mogen zijn in Jezus Christus. En geef, Heere, dat ook de kinderen onder ons al een boompje mogen zijn, een struikje aan die waterbeken. En dat ze al heel jong vrucht mogen hebben. Heere, ga zo met ons mee. Ook als we deze dag weer ingaan, geef ons moed, kracht en hoop. Dat bidden we u, Heer, uit genade, in vergeving van schuld en zonde, om Christus wil. Amen.